Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door hollandpoker.nl. De pokersite voor Nederland. Rolf, Nicky. Daar zijn we weer. Vanuit Vak Zuid. Vak Zuid, hier in Amsterdam. En wederom een mooie uitzending volgens mij. Hè? We krijgen mijn wensgast, jongen. Ja? Peter Plasman, natuurlijk vooraanstaand strafpleiter in Nederland. Ik heb natuurlijk met hem in Loos Poker gezeten. Ik heb twee andere programma's heb ik met hem gezeten. Onder andere Late Night Stars of Poker en een keertje in Woestijnruiters. We hebben samen gezeten, voorloper van Woestijn Ridders, die later kwam. Hele aardige kerel. Super ook dat hij zo poker zo'n warm hart toedraagt. En het feit dat hij tijd wil maken om bij ons in het programma te komen. Ja, dus, bekend strafpleiter en natuurlijk was al bekend in de pokerwereld, maar nu helemaal. Want hij heeft eigenlijk de zaak gedaan die van afgelopen maand poker als behendigheidsspel heeft. Precies, de zaak van Zuiderhoofd gewoon gewonnen op een manier die ik nooit verwacht had. Nou, echt, dit is natuurlijk maar nog maar één keer gewonnen. Hoger beroep zal volgen en zo. Veel mits en maren, maar echt. Fantastisch dat we hier een uitzending hebben. En, we gaan een mooie uitzending maken. We gaan hem met tand voelen. Cool. Oké, man. Dames en heren, van harte welkom bij Poker Insight. Wederom een zeer speciale uitzending van Poker Insight, want we hebben onze wensgast aan tafel. Peter Plasman. Van harte welkom. We zijn zoals gezegd zeer vereerd u hier te hebben. Maar dat neemt niet weg dat u alsnog een paar pittige dilemma's gaat voor. In ieder geval een aantal zijn pittig. Eén van de twee moet u kiezen. Kansspel of behendigheidsspel? Behendigheidsspel. Kansspelbelasting of inkomstenbelasting? Inkomstenbelasting. Belastingplichtig of belastingvrij? Belastingvrij tenzij als ondernemer, dus als professioneel pokerspeler. Vrijgeven of reguleren? Vrijgeven. Bluffen aan de pokertafel of bluffen in de rechtszaal? Bluffen aan de pokertafel. Tijd of aggressive? Aggressive. Net iets meer betrokken bij een zaak die dichtbij ligt, of voor iedere cliënt haal ik altijd het maximale uit mezelf? Voor iedere cliënt probeer ik het maximale uit mezelf te halen. Holland Casino heeft zich ten onrechte haar monopoliepositie toegeëigend. Of Holland Casino als monopolist is zo slecht nog niet. Ten onrechte monopoliepositie toegeëigend. Dat je nog even op terugkomen. Op vrijgeven of reguleren. Ja. Ik zie wel dat er bezwaren kunnen zijn wanneer het helemaal vrijgegeven wordt. Er zit natuurlijk problematiek met een aantal mensen die verslavingsgevoelig zijn. Er kan problematiek zitten ten aanzien van jeugdige spelers. En ja, die problemen houd je als je het helemaal vrijgeeft. Dus daar zou wel enige vorm van regulatie nuttig kunnen zijn. En dat zijn niet de enige problemen die er zijn. Er zijn nog meer problemen. Ja, er zijn er meer. En veel problemen. En ik denk dat het vrijgeven, dat het juist heel gevaarlijk is. Maar ik denk dat we daar verderop in de uitzending nog het wel over gaan hebben. Ja. Ja. Peter, toen bekend werd dat u bij ons aan tafel zou aanschrijven, zijn bij ons op het forum, op Poker City Forum, veel vragen binnengekomen. De meest interessante leggen wij hem voor. Voor de mensen thuis, heel veel vragen die binnenkwamen, die gingen over specifiek belastingissues. En die gaan we u juist niet voorleggen, omdat u bent natuurlijk een advocaat, schrijverstreep, strafpleiter. En u bent misschien geen belastingdeskundige. Daarvoor was de uitzending van vorige maand natuurlijk uitermate geschikt. Oké, een aantal vragen kwamen er binnen, waaronder van Frisian, een vaste bezoeker van het forum. Hij vroeg, wat is de definitie van legaal poker op dit moment? Wat is daarvan de definitie? Is er nog zoiets als legaal of illegaal? De huidige situatie is lastig, omdat kijk, de wet zegt niks over pokeren. De wet praat alleen maar over kansspelen. Dus het is aan anderen om te beslissen wat nou onder een kansspel valt en wat niet. Ja. Nou, tot nu toe is het zo geweest dat er een uitspraak van de Hoge Raad lag, waarin bevestigd werd een uitspraak van het Hof in Amsterdam die zei poker is een kansspel. Ja. Er ligt nu een uitspraak van de rechtbank Den Haag die zegt nee, dat is niet zo, poker is een behendigheidsspel. Ja. En dat is niet zomaar een uitspraak, dat is een hele opvallende uitspraak, ook als je het strafrechtelijk bekijkt. Ja. Omdat de rechtbank daar eigenlijk veel meer gezegd heeft dan ze hadden hoeven zeggen.
als deze uitspraak stand houdt, is poker daarmee in één klap legaal. Ja. Justitie stelt zich nu nog op het standpunt dat zij nog steeds vinden dat het een kansspel is. Ja. Dus het zit een beetje in een vacuüm nu. Zij zeggen van je moet het hoge beroep afwachten en pas als het hoge beroep verloren is, dan erkennen ze misschien dat u gelijk hebt, toch? In hun optiek geldt nog steeds de uitspraak zeg maar van 1998, de Concordzaak, in hun optiek geldt die nog steeds, correct? Dat is correct. Het Openbaar Ministerie zegt dat die uitspraak nog steeds geldend recht is. Ik ben het er niet mee eens. Dat is een uitspraak die door deze uitspraak achterhaald is. Ja. En je moet ook naar de aard van deze laatste uitspraak kijken om te zien van hoe stevig die is. Ja. Dat kan ik wel even toelichten. Ja. Normaal gesproken in een strafzaak als de officier van justitie zegt meneer heeft een diefstal gepleegd. Ja. Die staat terecht en dan zegt de strafrechter de diefstal is niet bewezen. Ja. Dus ik spreek vrij. Wat de strafrechter niet doet, normaal gesproken, is zeggen, nee, we hebben vastgesteld dat meneer geen dief is. Ja. Dus dat de onschuld komt vast te staan. En dat heeft de rechtbank in deze zaak nu wel gedaan. De rechtbank had gewoon kunnen zeggen, nou, we hebben discussie, behendigheid of kansspel. Ik hoor voor beide stellingen hoor ik argumenten van verdediging en van Openbaar Ministerie. Ik twijfel. En dus ik kan niet bewezen verklaren dat het een kansspel is, zegt, dus spreek ik vrij. Maar u zegt, in dit geval zijn ze dus één stap verder gegaan, ja, nog? Omdat ze uitdrukkelijk hebben, ze hebben dus niet gezegd, ik twijfel, dus moet ik vrij spreken. Nee, ze hebben gezegd, het is een behendigheidsspel. Ja. Dus de rechtbank heeft eigenlijk bewezen verklaard dat het een behendigheidsspel is. Ja. Voor de duidelijkheid, want er was dus een uitspraak in Amsterdam bij de rechter. En deze uitspraak komt van de rechter uit Den Haag. Is dat dan allemaal apart of zo? Dat als ik een zaak heb in Almelo, dat daar weer bijvoorbeeld iets andere uitspraak kan zijn? Ja. Of is deze uitspraak dan voor Nederland bindend? Nee, deze uitspraak, typisch van uitspraak in strafzaak is het geldt alleen in die ene zaak. Dus in deze ene zaak van Zadelhof heeft de rechtbank gezegd, poker is een behendigheidsspel. Maar het is natuurlijk niet zo dat maar lukraak door het land verschillend wordt beslist. Elke rechtbank denkt erover na. Daarom hebben we ook het systeem van hoger beroep. En om de eenvormigheid te houden hebben we één hoge raad waar uiteindelijk elke zaak terecht kan komen. En dat, de uitspraken van de Hoge Raad, gelden als, dat is uiteindelijk geldend recht. Als de Hoge Raad zegt, poker is een behendigheidsspel, dan is het vanaf dat moment een behendigheidsspel. Dus kort gezegd, die uitspraak is nu in Den Haag geweest. Ja. Dus zou je zeggen, als het in de Hoge Raad wordt toegesproken, dan is het voor heel Nederland. Maar is het dan nu voor Den Haag zo dat het dan daar wel vrijgegeven is? Stel dat er dus in Den Haag weer iemand een pokertoernooi gaat organiseren, justitie valt binnen en gaat vervolgen, dan kan het heel goed zijn dat een andere kamer van de rechtbank Den Haag, dus drie andere rechters over die zaak gaan beslissen, ja, die hebben een eigen beslissing. Ja. Maar je moet wel kijken naar welke argumentatie deze rechtbank heeft gebruikt. En die hebben er goed over nagedacht en die hebben een argumentatie gebruikt waar ik denk dat het heel moeilijk is om daar nog een gat in te schieten. Want in deze specifieke rechtszaak ook is er twee keer uitstel gevraagd omdat ze langere tijd wilden hebben om alles te bestuderen wat er ingebracht is, klopt? Eén keer, de rechtbank heeft één keer de zaak aangehouden omdat ze de stukken wilden bestuderen. Toen moest er nog stukken aan worden toegevoegd. Maar het ging eigenlijk alle kanten op van, nou, deze rechtbank maakt er werk van. En ja, nou ja, dat is ook uiteindelijk gebleken. Ja, als je de motivering van het vonnis leest, dan maken ze echt gehakt van de redenering die in die eerdere zaak gebruikt is. Tweede korte vraag van Frisjan. Kort antwoord graag. Is er een verschil tussen cash game en toernooi? Ja. Je zou, deze uitspraak is gedaan voor Texas Hold'em. Daar werd cash game gespeeld en toernooi. Ik denk dat er uiteindelijk verschil is. Deze rechtbank heeft in deze beslissing geen verschil gemaakt. Okay. Maar ik kan me zo voorstellen dat je zegt dat bij een toernooi het kanselement kleiner is dan wanneer het gaat om cash games. Omdat je bij het toernooi natuurlijk niet steeds je portemonnee kunt. In principe andersom. In principe is het bij cash games de geluksfactor minder groot dan bij toernooi. Omdat bij toernooi je één keer je fiches erin gooit en als je daar verliest, dan lig je eruit.
En juist als je bij Cash Games zit, dan kun je je weer geld op tafel leggen en je kan verder spelen. Ja. Dus die geluksfactor is daarin in minder. Ja, maar ik denk dat bij toernooi, juist omdat je eruit ligt als je je fiches erin gooit, je minder snel je fiches erin gooit. En bij Cash Games kun je onbeperkt je fiches erin gooien, omdat je elke keer je portemonnee kunt trekken. Dus daar kun je ook heel erg op de gok spelen. Mislukt de gok, nou dan pak je weer. Dus het beïnvloedt ook de manier waarop spelers het spel spelen, volgens mij. Dus zoals wij het zien, zeg maar, vanuit het perspectief van, zoals ik dat denk, zeg maar, de professionele speler, die ziet normaal gesproken in Cash Game de geluksfactor juist ietsje kleiner. Mm. Vanwege het feit dat wij een Cash Game zien als een heel lange, een spel zonder climax, die altijd maar doorgaat. Dus als je met voordeel speelt in een Cash Game, dan heb je af en toe wel eens een klein terugvalletje, maar op de lange termijn zal je altijd blijven stijgen. Ja. En omdat bij toernooien die vaak naar een climax toe werken, dus één of twee cruciale potten, die kunnen beslissen of je eruit ligt of niet, en kunnen gaan om heel veel geld, zien wij de korte termijn geluksfactor bij toernooien als, als ietsje groter. Goed, goed voorbeeld. Ja, maar dat geldt ook voor alle soorten spelers. Sowieso, ik denk bij alle soorten spelers, maar op mij gebaseerd met No Limit, zeker bij No Limit. Kort uitleg, Rolf heeft aas, ik heb koning, we zitten in het toernooi. Rolf is de betere speler als ik. Er valt een koning. Ja, dan ligt Rolf eruit. Ja. Maar als wij cash spelen, doordat Rolf de betere speler is, kan hij ze daarna weer inkopen. En zou hij dus dat geld terug kunnen winnen, omdat hij de betere speler is. Ja, ja, dus ja. Daar is dan de geluksfactor in. Oké, okay, goed. Derde vraag. Als ik toernooi organiseer, kan het als nevenactiviteit van mijn bestaande bedrijf, of moet ik een vereniging oprichten? Nee, je hoeft geen vereniging op te richten. Dat maakt in de oude situatie en de nieuwe situatie niet zoveel uit. Kijk, als poker een kansspel zou zijn, dan kun je proberen iets aan het publieke karakter, hè, dus in het openbaar aanbieden, dat kun je terugdringen door bijvoorbeeld met een vereniging te werken. Maar dat is absoluut niet voldoende, hangt helemaal vanaf hoe je dat dan doet. Ja. Dat is zeer beperkte mogelijkheden. Als poker een behendigheidsspel is, dan maakt het helemaal niet uit hoe je in welke rechtsvorm je het organiseert. Oké. Okay. Dat waren de vragen van Frisian. Dan hebben we een vraag van de Pitbos, ook wel bekend van het forum. In hoeverre is de huidige uitspraak bindend? Nou, daar hebben we het eigenlijk net al een beetje over gehad. Hoe het met hoger beroep zit, daar is de vraag van, laten we het even doortrekken, van hoe zit dat met het hoger beroep? Is er al bekend wanneer dat gebeurt? Nee. Hoe werkt dat? Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld. Nou, dan moet de rechtbank de hele zaak op papier gaan zetten. Het vonnis, het procesverbaal van de zitting, nou, dat kost tijd. Op een gegeven moment is dat klaar, dan stuurt de rechtbank de stukken op naar het gerechtshof in Den Haag. Daar komt de zaak binnen en die wordt dan in overleg tussen Openbaar Ministerie en Hof ingepland qua tijd. Ja. Ja, hoe dat gaat moeten we afwachten. Soms heeft het Openbaar Ministerie grote haast met een zaak. Dan kunnen ze het natuurlijk naar voren trekken. En soms is het juist beleid om een zaak op de plank te laten liggen. Wat verwachten we hierbij? Zou het een voordeel voor hun zijn om het op de lange termijn te schuiven? Het hangt een beetje vanaf, kijk, zolang als zij denken we gaan het ook in hoger beroep niet redden, en ik denk dat dat een reële inschatting is, dan kunnen ze zeggen laten we maar die onzekerheid bestaan, want als we het hoger beroep verliezen, dan is het in één keer, is het eigenlijk wel gedaan. Ja. Dus ja, het is moeilijk in te schatten hoe men dat tegenaan. Dus ze kunnen ook zeggen we willen zo snel mogelijk duidelijkheid, dus juist dat kan een reden zijn om wel snel de zaak aan te brengen. Ik kwam nu... Het gaat neem maar dat deze zaak zeker naar de Hoge Raad gaat, hè? Wat er ook gebeurt. Als de ene partij verliest, gaat de andere naar de Hoge Raad? Ja. Toch? Hoe dan ook? Ja, dat mag toch? Je wel verwachten. Ja? Ja. Tenzij, dat is ook nog een mogelijkheid. De heer Spelen heeft al gezegd, als de rechter anders zou oordelen, dan kom ik met een regulering. Dan kom ik wel met wetgeving. Dus je kunt natuurlijk zeggen, dit blijft eigenlijk altijd gedonder. Want over een tijdje is er weer iets anders bedacht, krijgen we dit weer. Laten we het maar gewoon het vrijgeven en reguleren. Dat zou nog een andere mogelijkheid zijn, waardoor je het niet helemaal hoeft uit te procederen. Kunnen mensen nu strafloze pokerrooms openen? Nee, dat kan absoluut niet gezegd worden. Dat kan. We zitten een beetje in een vacuüm op dit moment. Justitie zegt, het blijft voor ons een kansspel. De rechter, en dat is uiteindelijk toch wel de baas, heeft gezegd, het is een behendigheidsspel. Er zijn wel allerlei overwegingen, denk ik, want we zeggen, nou ja, je kunt de gok wel, dat is dan wel min of meer een gok, de gok nemen om te gaan organiseren.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan het risico wat justitie loopt als ze deze activiteiten gaan tegenhouden. Wat bedoelt u daarbij? Nou, als justitie bedrijven platlegt, want dat zijn dan gewoon bedrijfsmatige activiteiten, dan ontstaat daar schade door. En als achteraf blijkt dat dat ten onrechte was, omdat het gewoon een puur legale business is, ja, dan kan justitie schadeclaims verwachten. Dat is waar we later over gaan hebben. De pokerboom die nu geopend is in Twente, in Glanen. Stel dat justitie op een gegeven moment zou zeggen van dit is de eerste legale pokerroom, stel dat justitie zou zeggen van we gaan proberen die tent dicht te gooien, dan zou dat in principe voor de eigenaren van Glanen zou dat een reden kunnen zijn om later, als het ten onrechte is, om met een flinke schadeeis te komen, dus dan zelfs als het dicht zou gaan, dan zou het voor de eigenaren van de tent niet eens per se zo heel slecht hoeven te zijn, want die zouden een flinke schadeclaim kunnen eisen. Ja, maar eis is natuurlijk nog niet binnen, want de rechter gaat dan weer beoordelen van was dit handelen onrechtmatig. Je kan niet zeggen omdat justitie vervolgt en uiteindelijk het niet tot een veroordeling leidt dat het daardoor onrechtmatig is. Maar hier heb je natuurlijk wel nog de bijzonderheid dat er nu een rechtelijke uitspraak ligt waar justitie dan nu tegenin gaat. Dus dan zou je kunnen zeggen een gewaarschuwd openbaar ministerie telt voor twee. En dat zou de kans op een schadeclaim wel groter maken. Ja, stel dat zoiets zou gebeuren, dan neem ik aan dat u graag bereid bent om die zaak aan te nemen, omdat het een redelijk sterke zaak zou zijn, toch? Ik zeg daar niets over, want ik bied mijzelf nooit ergens aan. Oké, duidelijk. Vraag van... Van Pitbos. Ja? Twee dingen heb ik nog van Pitbos. Hoe zou naar uw mening de nieuwe regelgeving met betrekking tot poker eruit moeten zien? Dat is lastig. Daar kan je niet zo. Daar moet je wetgever voor zijn. Er zijn een aantal bezwaren tegen het vrijgeven. Daar hebben we het net al even over gehad. En dat moet je allemaal uitwerken. En aan de andere kant moet je ook niet betuttelen. Dus het moet ook weer niet te veel omvatten. Maar ik denk met name aan leeftijdsgrenzen. Toch iets. Kijk, hoe gaan we om met mensen die echt verslaafd zijn en niet van het spel af kunnen blijven en een hele vermogen erin gooien en het ook niet kunnen spelen. Want anders hoeft dat laatste niet zo'n bezwaar te zijn. Maar ik vind het lastig om nu, het is ook niet mijn functie natuurlijk om de bezwaren te gaan echt te gaan uitzoeken en daar wetgeving bij te maken. Bent u ook zo blij met het CDA weer in het kabinet? Nee. Maar even om er iets meer op door te gaan. CDA is natuurlijk zeer, zeer terughoudend geweest in alles wat maar ging om poker iets meer legaal te maken. Veel van ons hebben de verwachting dat de CDA nu wel eruit zou gaan. Die komt toch weer terug. Terwijl VVD, de persoon van Fred Teven met name, natuurlijk een iets progressiever beeld heeft wat betreft poker. Het feit dat CDA er toch weer in zit, is het echt een terugslag voor poker? Of zegt u van, zij zijn dermate geminimaliseerd toch wel, dat het ook wel ervan afhangt wie gewoon de post heeft? Stel bijvoorbeeld dat de belangrijkste post waar poker dan onder valt, dat het in handen zou zijn van Teven, dat het een heel groot verschil is. Of zegt u van, zelfs als Teven die functie zou krijgen, dan nog is de aanwezigheid van CDA toch een remmende werking? Het zal altijd een remmende werking zijn. Aan de andere kant, de VVD is volgens mij de enige partij die iets over poker in het verkiezingsprogramma heeft staan. Niet veel, maar wel iets. Twee zinnen, maar wel duidelijk. Hè? Ja. Dus Teven maakt zich nogal hard. Het is niet een verplicht nummertje van hem. Net als bij u echt een overtuiging van hem. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon puur een liberaal uitgangspunt om te zeggen, ja, die betutteling. Het praat over volwassen mensen die een spelletje spelen. Ik kan me wel voorstellen dat de combinatie van de ontwikkeling in de strafzaken, de uitspraak in Den Haag, plus het feit dat de VVD de enige andere regeringspartij is, ook nog de winnende partij, dat Teven dit er wel door kan drukken. Oké. Okay. Interessante vraag van ikzelf, van je weet wel wie, 1, 2, 3. Als het inderdaad ook in het hoger beroep lukt, dat deze uitspraak staande blijft, bent u dan niet bang dat de overheid gewoon de wetten verandert, zodat in die end poker toch gewoon illegaal blijft en HC alsnog het alleenrecht houdt op het gebied van poker? Denkt u niet dat ze alsnog de spelregels dan na afloop gaan veranderen? Dat zou kunnen.
Maar niet dat het illegaal, daar geloof ik niet in. Want dan moet, dan moet de wetgever daar ook in meegaan dat, dat het spel als zodanig als illegaal wordt betiteld. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk meer dat als er wetgeving komt dat dat gewoon regulering is. Dat het in principe legaal is onder bepaalde voorwaarden. Maar dat je zo'n activiteit illegaal gaat maken, dat geloof ik niet. Volgens mij hebben we het al een beetje over gehad. Wordt er nog onderscheid gemaakt in de pokervarianten? En zo ja, worden voor andere varianten, bijvoorbeeld Omaha of Ras, in de toekomst ook nog zaken aangespannen, voor zover nu bekend? Dat weet ik niet. Ik heb, als je naar de deskundigen kijkt, die maken wel onderscheid. Van de genuchten, die maakt een bepaalde berekeningsschaal tussen 0 en 1. En die zegt dat Texas Hold'em, dat is wel een echt kansspel. En het zou bij anderen zou die factor wat omlaag kunnen. Dus dan ga je een echt pijnlijkheidsspel, sorry. En, maar bij anderen zou dat iets lager kunnen liggen. Hij komt op 0,3 op die schaal van 0 tot 1 voor Texas Hold'em. En dat is niet voor alle pokervarianten hetzelfde. Dus aan de andere kant, de rechtbank Den Haag heeft dat onderscheid niet gemaakt. De zaak is natuurlijk wel een Texas Hold'em zaak geweest. Maar daar is de uitspraak niet op toegespitst, op het soort spel. Ik neem maar dat uw mening ook waarschijnlijk is van juist het allerbeste vanuit het perspectief van poker om eerst op de allerbelangrijkste vorm, Texas Hold'em No Limit, om daar jurisprudentie op te krijgen. En dan ga je dan, als dat eenmaal helemaal zeker is, dan volgt het andere wel mee, toch? Ja, en anders maak je het zelf nog wel erg moeilijk als je over allerlei verschillende dingen. Ja, vooral omdat ook natuurlijk Texas Hold'em verreweg het meest gespeeld wordt, denk ik dat het verstandig is om het daarop toe te spitsen. Er zijn mensen die mij advies vragen van ik wil nu pokertoernooien gaan organiseren, waar moet ik op letten? Nou, je hebt er geen garantie op dat het mag. Als je nog wat extra's wil inbouwen, beperk je dat bijvoorbeeld tot Texas Hold'em. Dan kun je ook met meer recht een beroep doen op deze uitspraak. Ik denk wel, als uiteindelijk Texas Hold'em een behendigheidsspel is, als die uitspraak in stand blijft, dat de strijd gestreden is. En dat dan de andere. Dan zou je met echt met de gokvarianten moeten komen, wil het weer anders worden. Maar dat is meteen ook het antwoord op de laatste vraag van hem. Maar daarvoor had hij nog een andere vraag. En dat was: moeten wij straks rekening houden dat we net als Frankrijk een Nederlandse pokerstars krijgen en alleen hierop mogen spelen? Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent. Nee. In Frankrijk en Italië is het per land is er een pokerroom en alleen de Fransen en de Italianen mogen op hun pokerroom spelen. Dus je hebt pokerstars wat over de hele wereld zit. Ja. Er is een speciale pokerstars gekomen, pokerstars Frankrijk, en daar mogen alleen Franse spelers op zitten. En mogen ook niet meer op andere sites spelen. Denkt u dat dat hier ook zo gaat gebeuren? In de huidige ontwikkeling niet. Want als poker een behendigheidsspel is, dan vallen al die regels weg. Dan kan je dat helemaal niet, in ieder geval niet via de wet op de kans spelen, kan je daar dan regelgeving op loslaten. Wat ziet u überhaupt, ziet u een verschil tussen internetpoker en live poker? Als spel? Als spel? Ja, ik vind internetpoker eigenlijk geen poker. Nee, maar ik ben echt wel iemand van aan tafel. En daar vind ik zelf meer dingen bij komen dan. Nou ja, ik hoef alleen maar te kijken hoe meneer Slotboom aan tafel zit. Ja, dat zie ik bij een internet nog niet echt. Ik denk niet dat hij als. Ik weet niet eens of hij internet speelt, maar ik neem niet aan dat hij dan ook daar zo gaat zitten. Maar denkt u dat. Oh jawel, daar zit hij ook zo. Als die uitspraak van behendigheidsspels dus zou blijven bestaan, zou dat ook invloed hebben op het internetpoker? Dat het ook vrij zou worden gegeven in Nederland? Of ziet u dat als twee verschillende dingen? Ik vind dat er verschil in zit, maar het is allebei poker. En als deze uitspraak geldend recht zou blijven, als dus dat, dan geldt dat ook voor internet. Ja. Daar is er geen enkel verschil tussen gemaakt. En dan zou je iemand moeten zeggen bij het Openbaar Ministerie, ja, maar dit geldt eigenlijk voor toernooien, live toernooien. En dan gaan we het dus op internet proberen. Maar ik denk dat allemaal ook te complex is en dat is een beetje aan een dood paard gaan trekken. U bent bekend dus als strafpleiter. De meesten vanuit de pokerwereld weten ook dat u pokert. Hoe bent u met poker in aanraking gekomen?
Ik heb, ben voor het eerst gaan pokeren toen ik 16 jaar was. En toen zat ik op een internaat in Venlo. En ja, daar moesten we bekijken hoe we met de vrije tijd omgingen. We woonden daar allemaal op eigen kamers. Het was er nog geen PlayStation 3? Nee. Het was huiswerk maken en muziek. Dat soort dingen, een beetje uitgaan. Televisie was helemaal niet interessant. Computers, dat bestond allemaal niet. Nee. Dus het, maar ja, dan ga je spelen. Ja, en wat was leuk, dat was in Limburg, dus dan zit je heel gauw te toepen. Zwikken vond ik ook heel erg leuk. En nou ja, drawpoker werd het toen, hè? Ja. Vijf jaar drawpoker, dat hebben we. En dat werd het favoriete spel en dat heb ik sinds die tijd. Ik heb daarna een periode militaire dienst gehad. Ik had een negatieve spiraal. Ik was als bedacht om reserveofficier te worden. Nou, toen dienstplichtig onderofficier, dan werd ik korporaal. Ik ging eruit als soldaat. Dus ik deed het niet goed om een of andere reden. En op een gegeven moment zat ik op een kazerne in Graven. En dat was een hele speciale kazerne, want er zaten alle Limburgers. Die hadden ze bij elkaar gezet, want die Limburgers kunnen niet van huis. Dus die mochten elke avond, reden die op en neer vanuit Limburg naar Graven. Dat, nou ja, dat gebeurt nergens anders in Nederland, maar daar wel. Dus dat was allemaal vrij speciaal. En op een gegeven moment liep de kapitein die daar de baas was, liep elke dag de kanker dat de wc en de douches weer niet schoongemaakt waren. Dan had dan altijd iemand koffie. Toen zei ik, weet je wat, maak dat mijn vaste baan. Ik maak elke dag de wc's en de douches schoon. Maar als ik klaar ben ik klaar. Dus geen onzin daarna met oefeningen en dit doen en zo. Ik doe dat en dat is mijn taak. En voor de rest, nou, dat is prima. Dus ik was om 10 uur klaar, 's ochtends. En mooie kamer ingericht. En daar liepen zo'n 50 man. Maar die moest dat doen, die moest dat doen. Maar er waren altijd mensen die moesten wachten, die niks te doen hadden. Dus het was gewoon constant pokeren. En ik zat daar de hele dag. Dus iedereen kon aanschuiven. En ja, daar heb ik gewoon de hele dag eigenlijk anderhalf jaar zitten pokeren. Lords of Poker heeft u al meegedaan. Hoe was dat om daar aan mee te doen? Dat vond ik heel leuk, ja. Ja, omdat je dan gewoon echt wel het verschil kunt zien tussen de hobbyist en pokerspelers. Ik vind mezelf, ik poker als spelletje, maar ik vind mezelf absoluut geen pokerspeler. Dus, ja. Maar dat is wel leuk om dat eens een keer ook te voelen. En dan, zoals ik al zei, je bent strafpleiter. En dan wordt er een zaak aangeboden die met poker te maken heeft. Benadert u die als elke andere zaak? Of zit er dan net iets extra's van nou, ik weet hoe dat is en hoe dat poker zit en ik, ja, dit wil ik graag gaan doen. Ja, dat laatste. Het is apart. Want het is bij mij altijd zo. Er komt iemand bij mij en die zegt, ik word beschuldigd van verkrachting, moord, drugs. Maakt niet uit. En daar heb ik eigenlijk geen mening bij. Want het is wel zo. Hij heeft het wel gedaan of hij heeft het niet gedaan. Ook dat is eigenlijk niet eens zo interessant. Ik krijg een dossier en dan denk ik, nou ja, op basis van dit dossier kan je deze man niet veroordelen. Of wel, maar dan moet je met dit rekening houden als het om straffen gaat. Dat zijn altijd dingen die je uit het dossier haalt. En hier komt een eigen gevoel bij. Omdat ik echt de overtuiging heb, poker is een behendigheidsspel. En het grappige is, want we hebben het steeds gehad over die uitspraak van de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad zegt in die uitspraak eigenlijk, als je het juridisch bekijkt, ook het is een behendigheidsspel. Ja. Poker is een behendigheidsspel. Je kan het als gokken benaderen. Dus is het. Ja, en die redenering hoef je natuurlijk niet toe te passen als het om roulette gaat. Want dan ga je niet zeggen, de meeste mensen spelen het als gokken. Nee, dan zeg je gewoon, het is een gokspel. Dus de zaak wijkt af van bijna allemaal andere zaken. Omdat ik hier de innerlijke overtuiging heb gehad van, ja, maar dit moet ook echt tot de vrijspraak leiden. Want het is een behendigheidsspel. Maar was dat dan inderdaad de reden dat u die principiële kaart, dat u die speelde? Van de principiële kaart, namelijk van poker, is gewoon een behendigheidsspel, klaar. Want om u de waarheid te zeggen, toen ik hoorde dat u die principiële kaart zou gaan spelen, zei ik van, dat gaat hij nooit voor zijn leven redden. Want er is jurisprudentie over. En als je voor zo'n relatief kleine zaak die kaart gaat spelen, ik dacht, dat krijgt u nooit voor zijn leven voor elkaar. Ik was ook zeer verrast dat u het won. Was het echt die innerlijke overtuiging die zo sterk was dat u dacht van, ik krijg het voor elkaar? Of waren er misschien verdedigingstechnisch
geen andere opties? Of waren die eerst wel andere opties? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk is het de enige kaart die je kunt spelen. Kijk, het gaat niet om... Je hebt wel eens een zaak en dan denk ik, ik kan de principiële kaart spelen. Maar als ik die verlies, ja, dan is de prijs wel vrij hoog. Dat speelde hier helemaal niet. Want waar praat je over? Over een oude zaak. Er werd geloof ik 2500 euro boete geëist. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk... je kan alleen maar... En mijn cliënt, Stefan Zadelhoff, die was precies hetzelfde. Die zei, ja, maar het is gewoon een behendigheidsspel. Ik zei, nou ja, dan moeten we gewoon... Dan zeg ik de enige manier waarop het kan. De rechter daarvan overtuigen. Ja, u zegt zelf, mijn cliënt was Stefan Zadelhoff. Wat was zijn functie daarin, zeg maar? Hij organiseerde dat toen ook? Hij had het toen ooit georganiseerd, samen met anderen. Er waren ook andere verdachten. Die stonden ook terecht. Dus er iemand die de tafels had geleverd. En, ja. Was gewoon een toernooi op een vrij kleine schaal. Want ook inderdaad met een inval, zeg maar. Ja, een inval geweest. Ja. En, zijn er toen arrestaties verricht of zo? Want ik, om u de waarheid te zeggen, ik had tot het moment dat u de zaak aannam, had ik er niets van gehoord. Ik heb wel gehoord van de zaak Poker Bussum, die u ook behandelt. Ja. Daar wist ik van. Maar ik wist helemaal niet dat er überhaupt een inval was geweest. Laat staan dat Steven van Zadelhoff daarbij betrokken was. Hoe ging het in zijn werk? Wat was er dan een inval? Is bijvoorbeeld Steven van Zadelhoff gearresteerd? Ik weet niet uit mijn hoofd of hij toen gearresteerd is. Dat hoeft namelijk niet altijd. Okay. Maar hij is als verdachte aangemerkt en gehoord. Ik durf niet met zekerheid te zeggen of hij ook formeel als verdachte aangehouden is geweest. Maar hij heeft gewoon meegewerkt en gezegd wat daar gebeurde. Rolf zegt het al. Een andere zaak die je doet, ook een bekende zaak, Poker Bussum. Daar is ook zo'n behoorlijke inval geweest. Hoe is het met die zaak? En heeft u daar dezelfde insteek als bij de zaak van Zadelhoff? Ja, want het is... Versterkt deze zaak nu door deze uitspraak? Nou, die zaken zijn op een grappige manier met elkaar verweven. Omdat die zaak Bussum, die liep bij mij eerder. Daar is ook een hele forse inval geweest met 50 man, met Fiat, alles erbij. Totaal buitenproportioneel, als je ziet wat er nou feitelijk gebeurde. Ja. Daar zijn mensen wel aangehouden, dat weet ik wel. Die zijn ook, hebben een dag op politiebureau doorgebracht, ook een nacht. Die zouden dus gaan lopen. En in die zaak heb ik de rechtercommissaris gevraagd om een deskundige te benoemen. Ben van der Genucht uit Tilburg. En die heeft daar in die zaak een rapport opgemaakt. Toen kwam Steven van Zadelhoff met die Haagse zaak. Die was, dacht ik, bij de politierechter geweest en verwezen naar de meervoudige kamer. En toen heb ik daar tegen de officier van justitie gezegd, ja, wacht even, er loopt in Amsterdam een deskundige mee. Dat wil ik ook graag in Den Haag. Dus die heeft toen gezegd, nou, dan breng ik dat rapport van de Genuchten ook in de Haagse zaak in. En die is toen... heeft de Bussumse zaak ingehaald. Dus het rapport van der Genucht is geschreven in de Bussumzaak, maar is in de Haagse zaak doorslaggevend geweest. De Bussumse zaak ligt eigenlijk gewoon te wachten tot er een zitting is ingepland. Dat gaat vaker zo met strafzaken, alles is klaar. Maar er is in Nederland groot gebrek aan zittingsruimte. De rechterlijke macht is overbelast. Dus dat is vaak wachten tot er een keer... tijd is. En dan schat zo'n zaak wel in als redelijk tijdrovend, omdat er gewoon denkwerk te verrichten valt. Verwacht u dan dezelfde soort uitspraak als in Den Haag? Omdat het eigen... Is het vergelijkbaar? Ja, het is precies hetzelfde. Het gaat maar om één ding, is poker. Ik moet eigenlijk zeggen twee dingen, want eigenlijk is de vraag in een strafzaak, is poker een kansspel? Is daar bewijs voor? Zo nee, vrijspraak. Ja. En de Haagse rechtbank heeft dus van gemaakt, poker is een behendigheidsspel. Nou, als de Amsterdamse rechtbank dat ook zegt, dan kan ik me niet voorstellen dat we hier nog ooit iets anders gaan meemaken. Van Poker Bussum weet ik ook dat zij echt daarmee bezig waren, toernooien organiseerden. Dat is dus de stop gezet door hun. Dus stel dat zij die zaak winnen, gaat u dan, waar we het al eerder over hebben, gaan zij verder dat zij dan... bedrijfsmatig verlies hebben geleden? Of? Dat is zeker dat laatste het geval is. Want het organiseren, nou, dat is
kan je als bedrijfsmatige activiteit zien. Het was daar natuurlijk wel meer café gerelateerd. Hè, want het, ja, pokerspelers gaan drankjes nuttigen. Dus dat derft omzet daarmee. Die spelers gaan natuurlijk gewoon door met poker. Alleen ergens anders. Dus ja, in die zin heb je schade. Maar het is uiteindelijk... Je kan niet zeggen, omdat pokeren, omdat uiteindelijk de rechter zegt het is een behendigheidsspel, heeft het justitie destijds onrechtmatig gehandeld. Daar moet meer bij komen. Het verschil tussen als er nu ergens wordt opgetreden en toen was dat er toen nog geen uitspraak van de rechter lag waarin de rechter zegt het is een behendigheidsspel. Dus justitie kan dan, zou in een procedure kunnen betogen van ja, maar wacht eens even, wij hadden een uitspraak van de Hoge Raad. En wij hebben niet onrechtmatig gehandeld door op te treden. Dat het nu anders is, betekent niet met terugwerkende kracht dat wij toen onrechtmatig hebben gehandeld. Nee. Dus dat ligt complex. Ja. Nu ligt die uitspraak er dan wel. Die mooie uitspraak voor het poker natuurlijk. Toch, op het moment dat dit opneemt, het is vandaag 4 augustus. Vandaag en gisteren gewoon in de kranten reacties eigenlijk van de staat, van Hirschwalling. Die... Ook nu nog beroept hij zich nog gewoon op de zaak van 1998. En nog steeds zegt hij van... Ja, maar omdat zoveel mensen het spelen alsof het een kans was, beschouwen het als een kans, wel precies de redenering die toen was, die eigenlijk toch wel ja, gewoon onderuit gehaald is, diezelfde redenering hanteert hij nog steeds. Ja. En hij weigert ook nu nog steeds het te zien als een behendigheidsspel, ondanks dat de uitspraak ondubbelzinnig is. Je zou zeggen, die stelling is niet meer houdbaar, wat hij doet. Is hij niet gewoon een slechte verliezer? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat hij mag het standpunt hebben wat hij heeft. Dat mag iedereen. En zolang hij de middelen heeft om zijn standpunt proberen dat geldend recht is of blijft, mag hij die middelen gebruiken. En het enige alternatief wat er voor hem is gewoon zeggen, ja, sorry, ik heb deze uitspraak nu ook goed gelezen en ik ben het daarmee eens. Ik werp de handdoek in de ring. Als hij dat niet wil doen, en dat wil hij kennelijk niet, ja, dan mag hij de mogelijkheden gebruiken die hij heeft. Als gevolg van die uitspraak is nu, we hebben het er net al even over gehad, in Glane, vlak aan de Duitse grens, is dan de eerste legale pokerroom geopend. Wat vind je van het initiatief? Logisch, eigenlijk. Ik vind het logisch. U verwacht waarschijnlijk dat mede op basis van die uitspraak dat er veel meer pokerrooms nu zullen denken van we gaan dat proberen. Stel dat het inderdaad gebeurt. Waar moeten deze mensen concreet rekening mee houden die het willen organiseren? U heeft al aangegeven van doe het op één spel. Alleen Texas Hold'em No Limit. Want daar is de uitspraak ook over. Als je ook andere spelen gaat doen, dan maak je het voor jezelf misschien al moeilijker. Zijn er nog andere dingen waar die zaken rekening mee moeten houden? Ook dat is complex. Principieel kun je natuurlijk zeggen, ik beslis nu in navolging van de rechter, poker is een behendigheidsspel. En dan hoef je eigenlijk nergens op te letten. Als je dat als uitgangspunt neemt, zeg gewoon dat is mijn kaart, het is een behendigheidsspel. De rechter heeft dat gezegd, dan vind ik dat ik dit mag doen. Je kunt ook voorzichtiger zijn en denken, nou... Misschien is justitie wat terughoudend met optreden tegen pokertoernooien. En als ze dan gaan optreden, waar zullen ze dat dan doen? Nou, dan zullen ze dat doen daar waar ze excessen vermoeden. Of denken het loopt uit de hand. Of nou, laat ik daar nou van wegblijven. Laat ik bijvoorbeeld inderdaad op dat spel gaan zitten. Misschien toch werken met een vereniging met leden. Wat helemaal geen garantie is, maar wel enig. Hè, naarmate het moeilijker wordt om lid te worden, kun je meer beroep doen op dat besloten karakter. Laat ik geen kinderen toelaten. Drank buiten de deur houden. Ja, je kunt op allerlei manieren misschien bereiken dat als justitie zegt, nou ja, we zijn wat terughoudend. Laten we dan die op een hele rustige en manier gespeeld wordt. Laten we daar nou niet meteen naar binnen gaan, maar laten we dan kijken waar het misgaat. We weten van een club uit Amsterdam die openlijk zegt dat er gepokerd wordt, dat die toestemming heeft, of eigenlijk een soort van akkoord van de buurtpolitie. Zolang het rustig blijft en ze zijn binnen geweest en hebben gezien dat het beveiligd is en alles, dat het toegestaan is. Ja. Ze zeggen van, we laten jullie met rust, maar let wel op, zodra er iets gebeurt wat niet door de beugel kan, dan zijn we er. Ja. En dat lijkt me ook eerlijk gezegd een seriële inschatting. Poker is natuurlijk een mooi
ja, goed, we weten intussen allemaal wat voor een spel het is. Het is natuurlijk een spel wat heel mooi is om gezellig te spelen. Maar het feit is natuurlijk wel dat als er enige vorm van uitwassen zijn op welk gebied dan ook, dat die natuurlijk wel bestreden moeten worden. Want het feit dat het een behendigheidsspel is, wil niet zeggen dat er niet ook mensen in de problemen kunnen komen. Dus dat aspect. En dat is waarom ik toen straks zei in het begin van vrijgeven nee, reguleren ja, want er komt zoveel bij kijken om iets te organiseren en om het spelletje goed neer te zetten. Ik zag al bijvoorbeeld iemand die een toernooitje wilde organiseren, nou, en dan kijk je dus de blind levels, wat dus totaal niet klopt, wat helemaal niet logisch is. Dat is maar een klein dingetje, maar... We vinden allemaal, we houden van het spelletje. Dan moet het ook goed gespeeld worden. Er moet gezorgd worden dat er geen kinderen bij zijn. Dat er ook gelet wordt op verslavingszorg. Dat er goede beveiliging is. Dat er goede dealers zijn. Dat er geen gekkigheid, geen valsspelen is. En dat alles bij elkaar, dat zijn gewoon hele belangrijke dingen om een pokerclub neer te zetten. Nou, er is nog iets heel belangrijks, en dat is ook iets waar juist justitie weer heel erg de aandacht voor heeft. Dat is dat, zoals het nu gaat, is het financiële gebeuren is natuurlijk volkomen ondoorzichtig. Ja. Dat is ook een van de punten die beheers Berlin steeds zegt. Ja, er wordt veel geld witgewassen, zwart geld witgewassen. Dat weet ik helemaal niet of die daar gelijk in heeft. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze door het in de illegaliteit te drukken, meteen ook het zicht niet meer hebben op wat er financieel gebeurt. Ja, overal waar veel geld doorheen gaat, daar zal altijd wel een stuk illegaliteit in zitten. En dat moet je dus inderdaad proberen buiten te sluiten. Ja. Dus in dat opzicht heeft hij wel gelijk. Dat is ook waarop de Amerikaanse wet het internetpoker buiten wil houden. De UIEGA of zoiets. Ja. Dat er heel veel zwart geld of geld waar wapens mee worden gekocht via het online poker wordt doorgesluit. Dat kan gebeuren, maar dat is ook tegen te houden natuurlijk. Nou ja, die providers zijn, heb ik een beetje begrepen, ik zit daar niet echt in, maar je kunt natuurlijk heel makkelijk als bank optreden. Ja, daar houdt de staat niet van, banken waar geen toezicht op is. Zodra je dat doorzichtig houdt en gewoon openlijk laat zien waar je mee bezig bent, vind ik dat daar geen probleem moet hebben. Lijkt me een mooie afsluiting voor dit gedeelte. We gaan nu door naar het belangrijkste gedeelte van dit programma, Fantasy Poker League. Rolf! Nicky! De Fantasy Poker League. Kijk, zie je het? Ik heb de grens van de 100.000 gepasseerd, jongen. Ik zou het je anders zeggen. Een unicum. 5 spelers die prijzengeld hebben gewonnen. En kijk eens wat een prachtige Rolf-cashje ze binnengehaald hebben. Ja. Nee, ja, maar het is ook logisch. Iedereen had wel moeten cashen, want die hebben 34 toernooien gespeeld tijdens de World Series. Dus ja, Noah pakt 2 cashes. Marcel, 3127 euro. Jongen, het is allemaal prut. We hoeven het er niet over te hebben. Maar goed, het is gespeeld. Dan gaan we bij mij kijken. Ik heb toch wel 25.000 en 10.000 en Jasper 17.000. Ja, dat is het. En Fatima bijna 10.000. Je weet het, jongen. Ik had gezegd voor de World Series, dat moet het moment worden dat een van mijn grote namen een keer een eerste plek pakt of dichtbij komt. Het is niet eens dichtbij geweest. Het is gespeeld. Nou ja, gespeeld. In ieder geval, jij hebt dus 5 cashes, maar dan doe ik ook 5 cashes en eigenlijk gewoon 4 keer zoveel cashes, geloof ik. Ja, en als je Jasper er niet in had gezet... Ja, want je had Jasper erin gezet. Ja, Paul Valkenburg had je eruit gehaald. Die had gewoon $40.000 had hij in de aanschouw. Ja, en die 23.000 euro die kan ik makkelijk leiden. Want ik sta op 590.233... tegen 124.486. Ik hoef jou niet te vragen, ga je iemand wisselen? Nee, natuurlijk niet. Ik wel, ja. Paul Berende. Ja, als je daar die World Series is, dan moet je presteren. En sorry, als Paul. Je presteert te weinig. En ik ga je kietelen. Dus ik haal je eruit het team. En in het team komt iemand die nu de Unibet Open Praag gaat spelen. Aan het spelen is. Woont in Praag. Dus thuiswedstrijd. Tim van der Riet. Tim van der Riet. Tim van der Riet, daar is hij. Komt erin. Paul Berende, eventjes eruit. Laat even wat zien, dan kan ik weer in team zetten. Ik ben kansloos. Ik laat het zo. Ja, kansloos. 1 EPT, jongen. En je bent weer bij. Hoeveel EPT's zijn er nog?
Nou, er zijn er veel. We krijgen Tallinn, we krijgen Vilamoura, we krijgen Barcelona, we krijgen Londen. Allemaal dit jaar? De Europese World Series krijgen we. De Europese World Series, dat klinkt ook raar, hè? De Europese World Series in Londen krijgen we nog. Dus eigenlijk zeg je, dit gat is overbrugbaar. Eén lucky shot en we gaan het doen. En dan betaal jij het etentje aan het einde van het jaar. Lex die gewoon de EPT Londen wint en staan we weer gelijk. In de tas. Gozer. Peter Plasman, u heeft als strafpleiter een zeer grote reputatie in Nederland. Veel Nederlanders zullen u kennen als de advocaat van Mohammed B., moordenaar van Theo van Gogh. Maar u heeft ook heel veel andere zaken heeft u behartigd. Waar bent u het meest trots op? Nee, ik ben niet trots op één bepaalde zaak. Ik ben gewoon... ik ben sowieso niet zo trots. Ik zeg op wat u bereikt heeft, totaal plaatje als strafpleiter, denk ik. Ja, ik vind het altijd weer toch... kijk, mensen die komen bij mij en die komen niet met een akkefietje. Ja, soms is het een akkefietje, maar het gaat meestal om hele, hele grote problemen. En het gaat om de vrijheid van mensen. Je kunt zeggen dat naast gezondheid, vrijheid, dat zijn toch wel gewoon hele essentiële dingen in het leven. En dan leggen ze voor zo'n belangrijk punt leggen ze hun lot in mijn handen. Want daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik ben vaak de enige die voor deze mensen opkomt. En dat streelt de ijdelheid, maar ik vind het ook wel een eer. En ja, ik ben er trots op dat ik van mezelf kan zeggen dat ik altijd gewoon probeer er het maximale uit te halen. Laat ik de vraag iets anders formuleren. Welke zaak vindt u van uzelf dat u, laten we zeggen, een huzarenstukje hebt uitgehaald? Dat u zeg maar een zaak op een bordje krijgt waarvan u bijvoorbeeld dacht van wauw, dit wordt wel heel erg moeilijk om hier iets uit te halen. En dat uiteindelijk het resultaat veel meer was dan u verwacht had. Niet dat u per se de zaak gewonnen had, maar waarvan u vindt van, ik heb echt als strafpleiter heb ik hier meer uitgehaald dan een, laten we zeggen, een soortgelijke strafpleiter gedaan zou hebben. Ja, nou dat laatste, dat weet je natuurlijk nooit zeker, want je doet die zaak en je weet niet hoe het met een ander gegaan zou zijn. Ja. Ik kan in het algemeen zeggen dat de zaken zijn waarvan je met zekerheid kunt zeggen dat wat ik heb gedaan doorslaggevend is geweest in de zaak. Ja. Dat is lang niet altijd zo. Er zijn natuurlijk heel veel zaken die eigenlijk min of meer vanzelf lopen. Ja. Waar je wel invloed hebt. Maar dat je zegt, ik heb een doorbraak. Dit zijn mijn argumenten die tot dit resultaat hebben geleid. Of mijn vondst. Ik zal er twee noemen. Die me wat dat betreft echt zijn bijgebleven en die ook wel aanspreken. Eén is met een cliënt van mij, die heet Fred Ros. Die is ook bekend in het liquidatieproces. Die wil ook altijd met volledige naam genoemd worden. Omdat als Fred R. zegt, dan zit je al meteen met zo'n initiaal. Die werd beschuldigd van moord. En die kreeg van de rechtbank 17 jaar gevangenisstraf. Terwijl er 14 jaar geëist was. Toen vond ik het al eerst heel knap dat hij tegen mij zei, ik heb vertrouwen in jouw aanpak. Ik heb weliswaar 3 jaar meer gekregen dan de officier had geëist. Dus dan zeg je normaal, wat heeft mijn advocaat dan voor mij gedaan? Want ik heb 3 jaar meer. Hij had ook voor mij het advies gehad, je moet je mond houden in deze zaak. Dat heeft hij ook gedaan. Dus ik ga met jou door in het hoger beroep. En ik heb wel gezegd, er zit in deze zaak iets fout. En dat, ik denk dat we dat op tafel kunnen krijgen. En wat er fout zat, was dat hij veroordeeld was op een getuigenverklaring van iemand die zei, ik heb hem zien schieten en hij heeft ook op mij geschoten. Nou, dat is spijkerhard bewijs. En tegelijkertijd zat er een anonieme informatie in het dossier dat het anders was. Nou, dat botst natuurlijk met elkaar. En toen heb ik gezegd, ik wil die informant, dus de anonieme getuige, die is zo cruciaal hier, omdat het mogelijk anders is. Die wil ik als getuige horen. Echt als getuige. En toen heeft de rechtbank had het afgewezen. Nee, het is anoniem, dat mag in Nederland niet. En toen heeft het Hof gezegd, het Hof in Arnhem, in deze zaak, uitzonderlijk, moet die komen. En toen zei de officier van justitie, ik doe het niet. Of de advocaat-generaal natuurlijk, ik doe het niet. We hebben de man anonimiteit gewaarborgd. Ik doe het niet. Toen heeft het Hof gezegd, dan is de zaak stuk. Het OM is niet ontvankelijk, want doet niet wat de rechter opdraagt. En de rechter is de baas.
Toen is het OM in cassatie gegaan. En toen heeft de Hoge Raad gezegd, nou, het had toch net anders gemoeten. Die zaak moet opnieuw. Het zaten weer met hetzelfde probleem bij een ander hof. En toen zei het OM weer, we doen het niet. En het hof ging daarin mee. En die zei toen, nou, dan moet de baas van die instantie, dat is de CIE, geheime dienst, die moet dan maar komen getuigen. En die hebben toen ondervraagd. En toen kwam er uiteindelijk, na heel lang doorvragen uit, dat hij zei, ja, we hebben een anonieme informant. Die heeft van iemand informatie gekregen. Ik zeg niet wie die anonieme informant is, maar ik zeg wel van wie die de informatie heeft gekregen. Dat was de getuige die mijn cliënt had zien schieten. Dus daarmee stond vast dat die getuige enerzijds zei hij heeft geschoten, maar anderzijds tegen een ander had gezegd het verhaal is anders. En toen zei het hof, en dat wist u al die tijd tegen die officier die stond te getuigen. Dus u laat iemand tot 17 jaar veroordelen terwijl u weet dat het niet klopt. Ja, want dit is allemaal geheim en wij zeggen dat soort dingen niet. En toen heeft het hof weer gezegd, een ander hof, het OM is niet ontvankelijk. En dat betekent waarschijnlijk dat Fred er vrijuit ging. Vrijuit is gegaan. Dus dat is, dat was echt, ze heeft ook jaren geduurd die zaak. Hij heeft ook 2 jaar in voorlopig hechtenis toen gezeten. Maar dat was een zaak waarvan ik van begin af aan voelde, dit klopt niet. Dit verhaal klopt gewoon niet. En als je dat dan uiteindelijk na jaren op tafel krijgt, dan is dat wel, dan vind je zelf dat je werk heel goed gedaan hebt. De tweede zaak? De tweede zaak was een man die als schoonmaker op Schiphol werkte. En die was gevraagd om, je hebt Schiphol heb je landside en airside, dus waar de grens is. In zijn geval was dat 1 deurtje. En die kon hij openmaken. En toen was het een keer gevraagd van, joh, doe die deur een keer open en dan wipt er iemand naar binnen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk zei justitie, dat heeft hij 100 keer gedaan. Dus er zijn 100 mensen, hij heeft 100 mensen gesmokkeld, want dat is mensensmokkel. En dat is, tegenwoordig is dat een zeer ernstig strafbaar feit. Er worden hele hoge straffen voor uitgedeeld. Maar toen dat delict in de wet kwam, stond er 1 jaar op maximaal. Dus het was helemaal niet een ernstig vergrijp. Het probleem speelde ook toen helemaal niet. Het is heel snel naar 4 naar 8 jaar gegaan ongeveer. Ik weet niet precies de getallen, maar in ieder geval het is heel snel. Maar deze man, die werd dus gepakt voor heel veel mensen. En toen zei justitie in de zaak, ze eiste 6 jaar gevangenisstraf. En hij kreeg van de rechtbank in Haarlem, ik wil er vanaf zijn, maar in ieder geval een paar jaar. 4, 4,5 jaar. Want het was een zeer ernstig feit. En toen zei justitie, en wij willen hier nu beleid van maken. Wij gaan dit hard aanpakken. En toen heb ik in hoger beroep gezegd, kijk, dit klopt niet. Je kan niet, als je iemand hebt, zeggen, en dan moet jij als voorbeeld gesteld worden, want wij gaan dit hard aanpakken. Dan moet je dat beleid moet eerst duidelijk zijn. En toen heeft het hof gezegd, daar zijn wij het ook mee eens. Je kan niet, iemand die op dat moment dat doet, terwijl dan er niet zo zwaar wordt opgetreden, dan moet je daar de norm van toen op toepassen. Dus die kreeg 9 maanden in plaats van 4,5 jaar. Hij had iets fout gedaan. En toen zei het hof, en als je vanaf nu af aan duidelijk maakt, ook naar buiten toe, wij gaan hard optreden tegen mensensmokkel, dan kun je vervolgens met hoge eisen komen, maar niet andersom. En dat was ook gewoon echt dat vond ik ook echt een hele mooie zaak. Wat is het mooiste van uw beroep? Is dat het analytisch bekijken waar de dingen tegenwerken? Wat is het leukste ervan? Er zijn veel aspecten van mijn zaak zijn leuk. Het is leuk om, vind ik, of leuk is misschien niet het goede woord, maar het mooie van mijn vak vind ik dat je zelf regisseur van de verdediging bent. Dus je zet zelf iets. Ja, het is ook een beetje kunst. Het klinkt gek misschien, want de mensen denken het gaat om bloed en weet ik de meest mogelijke dingen. Dat is ook zo. Maar het is ook wel een beetje iets van een kunst. Het lijkt wel een beetje op het kunstzinnig bezig zijn. En lang niet altijd en lang niet in elke zaak. Maar wel de snoepjes, dat je denkt, ik heb hier zo'n zaak en er moet ergens een oplossing in zitten. Ik moet iets vinden en dan die speurtocht. Dat is, en wat ik aan het begin al zei, het is ook wel iets dat mensen dusdanig groot vertrouwen in je hebben. Dat ze zeggen, los jij mijn probleem, dit grote probleem voor mij op. Ik geloof dat mijn probleem bij jou in goede handen is. Dat is... Dat is wel een extra stimulans om gewoon echt bij die zoektocht naar wat is hier de beste aanpak
is dat wel een grote stimulans. En je weet altijd, in elke zaak zit iets waar de zaak om gaat. Hoe groot het dossier ook is, er is altijd een kern. En dat is waar het in deze zaak om gaat. En om dat te vinden en te plooien en naar je hand te zetten, ja, dat zijn hele mooie dingen. Laatste vraag, eigenlijk voor deze show. Hoe kun je als buitenstaander nu eigenlijk beoordelen wat nu precies een goede advocaat is? Ik kan me heel goed voorstellen dat het criterium of iemand heel veel zaken heeft gewonnen of verloren, dat het eigenlijk niet eens zo'n heel belangrijk criterium is, omdat je natuurlijk als advocaat alleen maar makkelijke zaken zou kunnen aannemen. Ja. Ik kan me voorstellen dat u bent natuurlijk een van de Nederlands beroemdste strafpleiters. Ik kan me voorstellen dat u heel veel zaken krijgt die gewoon heel erg moeilijk zijn. Dat mensen bijna zeker veroordeeld gaan worden. En dat ze dus u nemen omdat u dan de bekendste bent. Omdat ze dan verwachten dat die kan er misschien nog wat afhalen of weet ik veel wat. Maar dat betekent dat u heel vaak te maken zal hebben met zaken waar iemand veroordeeld wordt. Omdat hij het gewoon gedaan heeft. Ja. En als je puur naar cijfers zou kijken, zou je dan misschien niet eens een heel goede balans hebben. Hoe kan je dan als buitenstaander beoordelen of iemand goed of slecht is, anders dan dat hij bijvoorbeeld vaak op tv is? Ja, nou, vaak op tv, dat zegt al helemaal niks. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht en wat ik vaak hoor ook. Van ja, je bent vaak op tv. Zou je het wel goed doen. Nee, dat is onzin. Er zijn bijvoorbeeld heel veel advocaten die je nooit op tv ziet, die het gewoon heel goed doen. Die niet op tv willen. Dat moet je ook maar liggen en je moet daar maar lol in hebben. Gewonnen, verloren zaken is in strafrecht sowieso moeilijk. Want als iemand 15 jaar voor een moord krijgt, dan zal iedereen denken, nou, dat is dan verloren, maar misschien heb je wel gewonnen. Als die ook 25 jaar had kunnen krijgen en jij hebt hem 10 jaar bespaard. Ik neem alle zaken aan, dus ik heb al sowieso niet dat ik denk, dat is slecht voor mijn naam, want dat wordt geheid een zware veroordeling. Dat speelt niet. Het is eigenlijk heel moeilijk voor een buitenstaander om te weten of die met een goede advocaat te maken heeft. En de beste manier die ik kan bedenken is, je kunt natuurlijk wat rondvragen, maar dan moet je bij de goede mensen zijn. Je kunt natuurlijk een beetje uitvinden wat voor zaken heeft deze advocaat op zijn naam staan en hoe is dat gelopen. Niet zozeer de afloop, maar hoe is de zaak aangepakt. Je kunt natuurlijk bij andere advocaten proberen iets te weten te komen. Maar het belangrijkste is eigenlijk toch wel dat je gewoon met die advocaat praat en uiteindelijk denkt van, stel ik hier vertrouwen in, ja of nee? Wat vertelt hij mij? Je kunt al bijvoorbeeld heel veel, of nee, je moet niet, maar een aantal advocaten zou meteen afvallen omdat ze in een gesprek zeggen, oh, dat wordt een vrijspraak. Of, nou, dat wordt gegarandeerd. Je kunt advocaten die, dat is altijd wel iets wat ik uit den boze vind, om als advocaat beloftes te doen. Over dingen die je niet in je eigen macht hebt. Kijk, ik kan wel beloven, ik kom morgen op bezoek. Maar ik kan niet beloven, het wordt een vrijspraak of het wordt niet meer dan een jaar. Ik kom heel veel mensen tegen die andere advocaten hebben gehad en dan komen ze met, ja, er is mij beloofd dit en dat. Ik hoor dat te vaak. En het zal niet altijd waar zijn, maar ook. Dus dat is dan, vind ik, een signaal van oppassen. Beloftes of mooi praterij of praat die advocaat realistisch? Ja. En hoe praat hij over zijn vak? Je kunt natuurlijk in een gesprek met iemand kun je toch vrij veel te weten komen. Wat voor gevoel? En dat moet je combineren met andere informatie. En in mijn wereldje is uiteindelijk, dat is niet zozeer op televisie verschijnen. Dat is meer voor een aantal mensen wel belangrijk. Ik vind dat maar een zijdelingse factor. Maar de mond-tot-mond reclame, mensen die ervaring hebben, die jou als advocaat gehad hebben en dan zeggen, nou, dat heeft hij heel goed gedaan, dat gaat rond. En dat is toch eigenlijk ook wel een van de belangrijkste zaken waar je naar moet kijken, van hoe wordt het door mensen die met hem te maken hebben gehad. Kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn, maar dat is in Nederland niet mogelijk, maar dat zou de echte graadmeter zijn. Ga naar rechters toe en vraag aan rechters, naar welke advocaat luister je en naar welke advocaat niet. Maar die zeggen dat niet. Maar dus, het is wel een beetje apart in ons vak. Wij hebben eigenlijk niet een beoordelaar. Want de cliënten is het lastig ook om echt te beoordelen van, doet hij het nou echt goed? Er zijn ook heel veel cliënten die vinden het prachtig als een advocaat een schrevert is. Die zegt ze even de waarheid. Oh, die komt voor mij op. Ja, terwijl dat ook weer niet altijd effectief is, of juist helemaal niet effectief vaak. Nicky,
Sinds onze vorige uitzending is er gigantisch veel gebeurd. We hebben natuurlijk de World Series gehad met alles wat er met de bracelet voor ons. We hebben toernooien gehad gewoon in Nederland. Vertel. Ja. Nou, laten we beginnen natuurlijk met de World Series. De onze eigenlijk al aangekondigd van nou, we gaan daar toch wel 2 bracelets winnen. En het viel zwaar tegen qua prestaties. Volgens mij heb je daar ook nog een stukje over geschreven wat er over ging. En uiteindelijk het laatste event was daar... Ineens. Iemand, eigenlijk waarvan we het niet verwacht hadden. Een aantal mensen waarvan we verwachten, die gaan wel richting een bracelet. Marcel Vonk, mooie winnaar. Die het laatste event wint. Pakt $455,000. En ons eerste bracelet voor een No Limit event. We hadden 2 bracelets op Limit. We hebben nu 1 op No Limit. Ken je die jongen? Heb jij hem wel eens gesproken? Nee. Want jij kent heel veel mensen in Nederland natuurlijk. Ja, maar hij woont niet in Nederland. Ja? Hij woont in het buitenland. Ja. Daar werkt hij ook. Hij doet heel veel op wiskundig gebied. Dus daarin is het wel weer een leuk iets om... Ik heb wel dingen gelezen. Hij heeft op een site of zo heeft hij iets geschreven over zijn beetje wiskundige benadering van het spel. Ja. Ik heb het kort een beetje gelezen. Ja. En het ziet er wel zeer interessant uit. Het ziet er niet uit als een of andere eendagsvlieg die een keer werd gedaan. Het lijkt... Precies. Dat hij weet waar hij mee bezig is. En ik denk dat het wel zomaar zou kunnen dat we hem als volgende gast moeten gaan nemen. Want het lijkt me heel interessant om hem te horen praten over het poker. En hoe natuurlijk het daar gegaan is tijdens de... Geweldige ervaringen dat je een bracelet pakt. Dat lijkt me natuurlijk fantastisch. Michiel Sijpens werd 19e daar in het main event. Diepe run. Pakte $240,000. En... Ja. Nee, meer hè? 317.000 toch? Nee, ik dacht 240.000. Zover ik het weet. Oh, ik dacht 317, maakt verder niet uit. Sterker nog, ik dacht dat als hij 1 platje hoger zou komen, hij was nu 19e. Ik dacht dat als hij 18e zou worden, dat hij een tot meer zou hebben gehad zelfs. Oké, maakt verder niet uit. Maakt niet uit. In ieder geval, super prestatie als je zo ver komt. Nou, ja, jouw verhaal natuurlijk, dat weten we helaas net niet. Ik geloof 60 plaatsen voor dat het geld daar was. Nou ja, natuurlijk, prachtige prestatie hier, maar ja. Prachtige prestatie, 0 euro. 0 euro. Telt niet mee. Nee. En je moet weer op zoek naar een nieuw record. Ja, dit record niet meer te halen. Dit record niet meer te halen, vanaf volgend jaar en dan weer 4 keer proberen. Misschien moet ik maar eens gewoon ergens een toernooi winnen, dat is ook wel makkelijk. Dat is ook wel leuk. Venlo, daar was je ook aanwezig. Ja. Meteen uit Las Vegas gekomen. Ja, en, mooi toernooi daar. Voor het eerst net niet uitverkocht het main event, maar ja, het scheelde 10 plekken geloof ik en was weer super georganiseerd daar. Echt Venlo, complimenten. Ze hebben de finale tafel ook nu een beetje veranderd, waardoor het wat spectaculairder werd in een aparte zaal. Ja. En was weer een mooi toernooi. Mooie finale tafel, prachtige finale tafel. Joep die daar aan zat, Ter Erkams, natuurlijk, wederom zat hij daar weer. Thijs Wessels. Hij was eventjes afwezig in Scheveningen, maar als hij meedoet, ja, bijna altijd de finale tafel. En dit keer ook weer zat hij daar. Theo Erkams, die ik al zei, won en won daar heel knap. Won een prachtige heads-up, maakte een schitterende call met Pocket 2. Analyseerde daarna nog die hand in ons interview. Ik heb het gezien, interview afgelopen keer met hem had. Ja, precies hoe die dat er vertelde. Prachtig gespeeld en terechte winnaar volgens mij. En Giorgio, die werd daar dus tweede. Ook een mooie prestatie. Had al een hele grote prestatie gehad in Belgium. Ook in Venlo. Ja. In Scheveningen deed het altijd goed. Maar in Venlo in december had hij ook goed gespeeld. En het was Venlo. En dan hebben we nog Namur, waar ik zelf naartoe ben geweest. Ja, want dat was een deepstake 500 toernooi. Open toernooi, 550 euro, 525 euro. 50.000 punten, uurlevels. Ja. Zoals gebruikelijk. Had ik het na een aantal uur wel gezien en lag ik eruit. Nee, ongelukkig kreeg niks en kon er niks doen. Wie er wel heel goed gespeeld. Veel Nederlanders aanwezig. Ja. Erik Koperes kwam daar in het geld, werd 38 geloof ik. En Rijn, die het altijd goed doet. Rijn Zijda in het deepstake toernooi is daar ook altijd aanwezig. We begonnen in Wagga, later in Dublin en nu dus in Namur. Over die toernooien, het zijn prachtige toernooien, zeker leuk om mee te doen. Mooie plaatsen ook wat gaat komen. We krijgen, Vilamoura is de volgende, dan gaan we naar Wenen, dan gaan we naar Marrakesh en waarschijnlijk ook naar Vegas.
Het zijn wel relatief lage buy-ins, 550, maar wel hele mooie toernooien. Wel mooie toernooien, maar als je naar Marrakesh moet voor een 500 toernooi, dan moet je er wel een mooie vakantie van houden, anders weg. Je moet er zeker iets aan toevoegen, een leuke vakantie. Rein Seida werd er dus vijfde, dus altijd goed in die keer 23e, 20e, 13e, nu vijfde. Maar? Ja, Namur. Prachtig om te spelen. De dealers, zoals al door velen gemeld is, gewoon slecht helaas. Wat gebeurde er in het geval van Rein? In het geval van Rein, er zijn vele accufietjes geweest. In het geval van Rein, in eerste instantie de man links van hem, die opende naar 6 ton. Een andere meneer ging all-in voor 1,6 miljoen. Iedereen fold en eigenlijk moest die meneer daar callen. En zit heel lang na te denken en zegt, I can't pay en fold zijn hand. Nee. Half uurtje later, zelfde soort situatie. Die man opent daar, Rein poest daar al in. En die man had daar moeten callen, stack-wise. Ja. Gaat heel lang nadenken. En de speler die naast Rein Seida zit, die zegt, you have to pay. Oh, en die schrikt dat hij dat zegt, zogenaamd waarschijnlijk. Die man denkt heel veel na en callt dan met koning-vrouw. Rein speelt pocketine, meteen vrouw op de flop. En einde Rein, meteen ook een deal gemaakt toen Rein eruit was. Mm-hmm. En dat is toch vrij zuur. Er is ook gebeurd dat een Nederlander, Sjoerd Bos, die vierde werd in het 300 event, daarin de beste Nederlander was. Krijgt een re-race om zijn oren, fold en de dealer kijkt nog even wat zijn kaarten was daar. Ja, dat soort dingen gebeuren daar. En het is leuk spelen, het is een walhalla voor gamespelers om daar... Zeker valt er veel geld te verdienen. Tenzij je in de allerhoogste games wil komen, dan wordt het moeilijker. Dan wordt het moeilijk. Zet ze er gewoon uit, omdat zitten, zeg maar. Ja. Ja. En Bernie Frankfurt werd vierde. En in het laatste event was daarin de beste Nederlander. 120 man deden daarmee. Was het 200 toernooi geloof ik? 200 toernooi. Ook nog een klein akkefietje wat daarin speelde. Niet in het 200 event, maar in het 300 event. Ja. Die werd aangekondigd dat er 200 spelers aan mee zouden doen. Ja, er waren uiteindelijk maar 70 of zo. 77 spelers, met een wachtlijst nog van 80 man. Ja, goed, het had vol kunnen zijn, 200. Geen genoeg dealers, whatever. Maar ja, het is vervelend, want als je dus voor zo'n event komt, zo'n 550 event, zoals Michael Durr, de Duitse speler die ook veel in Nederland speelt, die komt voor het event, maar komt ook omdat er 200 mensen in een 300 event zit, wat interessant is. Ja, als er dan maar 77 mensen meedoet, is dat een tegenvaller. Maar goed, Namur was mooi. Wat betekent dat? Er zijn een aantal toernooien dus gespeeld. We beginnen met de HCSOP-klassement. Ja. Sven Polaski daar nog steeds op 1. Ja. Bas Michielsen. Goed hoor. Giorgio Laiacona staat daar op 3 door zijn tweede plaats in Venlo. Tobias Peters en Thijs Wessels, daar is hij, de man die vierde werd. Staat nu 5e in ons klassement. Poker City... Unibet Poker City op het jaar van de kampioenen. Je doet het steeds beter, jongen. Paul Berende nog steeds op 1. Marcel Fon komt binnen op 2. Natuurlijk door zijn bracelet-winst. Paul Valkenburg. Michiel Sijpkens. En Daniel van Kalken. Wat betekent dat voor de toekomst? Welke toernooien komen eraan en wat kan het veranderen? We gaan nu, het is donderdag 4 augustus. En woensdag 4 augustus. Unibet gaat morgen beginnen in Praag. Ja. Dus als dit op internet staat, zijn ze daar bezig. Waarschijnlijk al afgelopen. Unibet hebben we. Drijlende Tour is er. Praag trouwens, die Unibet Praag, dat wordt met een record aantal Nederlanders. Sterker nog, we zijn de nummer 1 qua deelnemers. Gewoon meer dan 10% van het veld is Nederlanders. Nou, dus hopen we dat we daar een goede prestatie hebben. Niet een keer, want in Unibet doen we het eigenlijk altijd wel goed. Ja, maar wel tweede plek. Oh nee, oh, natuurlijk Anton Pieter Wink gewonnen. De laatste keer was Twan Bakens 5e. En Mossi werd 9e of 8e. En een paar jongens van het Unibet die tweede geworden. Ja. Het team van de Riet geloof ik een keertje. Dus we doen het altijd wel goed bij Unibet. Nu dus in Praag. Drijlende is in Warnemünde. In de Duitse badplaats geloof ik. Boven in Duitsland. Helemaal ergens boven in Duitsland. Ik had heel graag willen zeggen, we gaan naar Utrecht naar de Summer Classic spelen. En goed, moeten we daar nog over hebben? Die is dus afgelast. We kunnen wel zeggen dat het redelijk onbegrijpelijk is. Onbegrijpelijk. Dat als je een toernooi hebt wat altijd vol zit, waarbij mensen die schrijven standaard in voor dat toernooi, hoe kan in hemelsnaam dat niet winstgevend zijn? Kan niet. Moet winstgevend zijn. Al is het alleen maar vanwege het feit dat je zoveel mensen je casino binnenkrijgt. Ja. Als je een goede ploeg hebt daar met goed personeel, weet je, mensen die het runnen met hart voor de zaak. De dealers willen graag, de brusjes willen graag, de spelers willen graag.
hoe kan je in hemelsnaam zo'n toernooi eraf afstrepen? Terwijl je als Holland Casino gewoon financieel niet sterk hebt. Voor mij onbegrijpelijk. Goed. Voor mij ook. Dat gaat dus niet door. Dat zijn de toernooien die er zijn. Nee, ik vergeet natuurlijk... We gaan de EPT weer beginnen. We gaan naar... Moet je me even helpen? Volgens mij Tallinn is de eerste EPT. Dat zou heel goed kunnen, klopt ja. Die is half augustus. Ja? En dan is het, gaat het EPT-seizoen weer beginnen. En dat zijn de belangrijkste toernooien die er nu zijn. Dat was het. Oké, jong. Dames en heren, het leukste onderdeel van dit programma, de Luckbox of the Year. U weet het intussen, twee kaarten voor iedere gast die hier aanwezig is. Twee kaarten krijgt die aan het eind van het jaar gaan we een flop maken, een turn and a river. Kijken wie de grootste Luckbox is. De grootste Luckbox die gaat naar het grootste Luckbox van Nederland. De crapshoot bij de Masterclasses of Poker. Meneer Plasman, we gaan u aan deze belangrijke test onderwerpen. Kijken of u nog een beetje, of u het geluk een beetje in de vingers hebt. U kan twee kaarten pakken, één voor één. Wat zijn de belangrijkste kaarten tot nu toe die eruit zijn? Er zijn al twee azen uit. Jasper Wetemans lijkt de beste hand te hebben tot nu toe met pocket 8. Maar er is al een 8 uit. Kortom, ik zou u adviseren een beetje plaatjes te pakken. Hoge kaarten, koningen, vrouwen, niet azen, want die liggen er al uit. Eerste kaart. De eerste kaart, draait u maar om. Op 7. 7 is nog helemaal levend. Beste kaarten erbij zouden zijn. Ja, nog een 7 waarschijnlijk. Dus kijken we hebben pocket 8 hebben we al. Oh, pocket 8 zit erin. Kijken. Tweede kaart. Daar is hij. En dat is een hele belangrijke A7, want niet alleen heeft u nu de nut flush erop. Dat zijn al twee A's uit, maar u heeft de beste kikker, want er is eentje met A's 4, ander met A's 5, betekent dat de A7 een goede kant is. Ik heb weer bewezen dat poker een behendigheidsspel is. Als u mint, hè, deze, dan doet u, wel mee, hè? Tuurlijk. Dat was mijn uitzending, zeg. Hij was in vorm, hè? Ja. Wij ook, volgens mij. Nee, maar wat een relaxte man en mooie verhalen. Leuke kerel, zeg. Dat laatste stuk dat hij over zijn werk gaat, zit echt op de praatstoel, hè? Ja, echt. Nou, voor mij mag je nog uren praten. Ja, goed, hij moest helaas weg, want die man heeft druk bezet. Hij moest naar de volgende uitzending, hij is alweer, SBS. Hij is alweer op zijn motor gesprongen, hè? SBS Show News. Show News moest hij naartoe. Ja. En ja, maar die verhalen zijn mooi, prachtig. Ik vond het geweldig. Jij? Ik vond het top. En echt, weet je wat ik leuk vind? Dat we in staat zijn om gasten van buiten het poker, die wel pokerliefhebbers zijn, maar geen echt pokerpro of zo. Mensen van buiten het poker die hun liefde voor poker willen tonen. En die dan ook nog bij jou en mij aan tafel willen zitten. Ja. Nee, dat was fantastisch. Top dat hij er was. Dat echt, was een beetje geweldig. Al aangekondigd in de uitzending. Volgende gast, maar Marcel Vonk, denk ik, vragen. Ik ben zeer benieuwd wat hij te vertellen heeft over de manier waarop je het spelletje ziet. Lijkt me een zeer interessante gast. Laten we het eerst aan de tand gaan voelen. Laten we dat doen. Bedankt voor het kijken van nu. Tot de volgende keer. Bye. Wordt mede mogelijk gemaakt door HollandPoker.nl, de pokersite voor Nederland.